Sta je met Terry Lautesanjes. Met welk gevoel sta je hier na de wedstrijd? Na de 2-1 leg tegen Jong Ajax? Over het algemeen gewoon een kutgevoel. Je krijgt vroeg in de tweede helft krijg je een rode kaart. En dat heeft een beetje invloed gehad op de wedstrijd. En daardoor zijn we niet bovenop gekomen en dat is jammer. Het was een pittige wedstrijd, hoog tempo, kansen over en weer. En dan in één keer een rare situatie met Joey van den Berg. Ja, naar mijn mening speelt hij gewoon de bal. En is het eigenlijk geen overtreding. Oké, je kan hem geven uiteindelijk. Maar dat je er geel voor geeft, dat begrijp ik niet. En vervolgens, ik weet niet wat er precies gebeurde, maar daardoor heeft hij rood gegeven. Dus ik weet niet precies, ik kan ook niet oordelen, maar vanuit mijn punt was het geen overtreding. Hoe sta je dan in het veld als team? Heb je dan contact met elkaar, jongens, we gaan er alsnog bovenop of is dat moeilijk? Nee, sowieso. We weten dat we gewoon de dingen moeten blijven doen die we altijd doen. En gewoon als team er staan en compact houden. Want je staat met een man minder. Dus compact als team van links naar rechts bewegen. En waar de ruimte is, gewoon proberen om te counteren of wat dan ook. Want eigenlijk ook met een mannetje minder geef je niet veel weg. Tot aan zeg maar de laatste minuut van de officiële speeltijd. Ja, inderdaad. Het is jammer. Ik weet niet, ik heb niet veel erover te zeggen. Hoe was het voor jou tegen je oude ploeggenoten, eigenlijk weer een keer in de basis? Ja, dat is leuk natuurlijk. Spannend ook. Ik had gezonde spanning, dat sowieso. Maar ik wou heel graag tegen mijn oude ploeggenoten spelen. Dat is altijd wel leuk. En vooraf ook veel gesproken en zo. Dus je bent er wel de hele week echt iets intensiever mee bezig, zeg maar, onbewust. Maar het was op zich wel een leuke wedstrijd om te spelen. Want ik heb heel lang bij Ajax gespeeld. Dus ik wist even niet meer hoe het was om tegen Ajax te spelen. Maar ik heb het nu ervaren. En het was gewoon qua resultaat was het jammer. Maar het was wel een goede pot. We hebben strijd geleverd. Dus dat is wel goed. Coach Jack de Gier, hoe ziek ben je van deze nederlaag tegen Jong Ajax? Nou ja, altijd als je verliest, dan ben je ziek. Maar deze is natuurlijk extra zuur. Want de rode kaart voor Joey van den Berg is wel echt beslissend voor dit duel. Die is in ieder geval doorslaggevend dat je het veel moeilijker krijgt om die wedstrijd te gaan winnen met 10 man. En het leek een lange tijd op dat we dat over de streep konden trekken. En jammer genoeg in de blessuretijd of laatste minuut krijg je dan nog de 1-2 tegen. Ja, we gaven de scheidsrechter eigenlijk in ons commentaar vlak daarvoor nog complimenten. Hij laat lekker veel doorspelen, lekker duel. Het was ook een mooie wedstrijd om naar te kijken. En in één keer was alles raar met de scheidsrechter vanavond. Ja, het is gewoon het niveau van deze scheidsrechters. Wat ik net al gezegd heb, ik doe het voorstellen om de VAR in te gaan voeren in de eerste divisie. Want dan kunnen we in ieder geval nog een heleboel jonge scheidsrechters die totaal niet klaar zijn om dit soort wedstrijden te spelen helpen. Hoe kijk je verder naar deze wedstrijd? Want ik heb ook goede dingen gezien van NEC vanavond. Ja, dat vergeet je ook door alle tumult wat er ontstaat. We komen goed op 1-0. Ik moet zeggen, Ajax combineerde goed waar ze de 1-1 uitmaken. We hebben zelf de grootste kansen in de eerste helft om op voorsprong te komen. Net voor de 1-1 zelfs op 2-0 met Okita. Ja, dan zit je goed in die wedstrijd en dan ga je die over de streep trekken. Bij de 1-1 is er nog niks aan de hand. Volgens mij begonnen we de tweede helft wel aardig. Hadden we de verdediging prima onder controle. En dan moet je in zo'n wedstrijd weer groeien. En uiteindelijk gaan voor de overwinning. In de 6e minuut volgens mij kregen wij de rode kaart. Dan wordt het gewoon heel moeilijk om die wedstrijd te winnen. We hebben ervoor gekozen om niet een verdediger erbij te zetten. Maar Mart juist een linie naar achter te schuiven en dan 4-4-1 te gaan spelen. Dan moet je vanuit de omschakeling met je snelheid voorop proberen om kansjes te krijgen. Die hebben we zelfs nog gehad in een fase. We hebben alleen Randy Walters voor Mike Trezor gewisseld omdat Randy ook al geel had en toch wat licht ontvlambaar is. Twee rode kaarten kan je niet gebruiken. Na de 2-1 hebben we ook nog Jozef naar voren gedirigeerd om daar oorlog te maken. Maar genoeg kan je dat punt dan niet vasthouden en gaat de 2-1er via de rebound valt hij voor de voet van een speler van Ajax en die kan hem binnenschieten.
Ja, want ook met een mannetje minder, eigenlijk de beste kansen waren nog steeds voor jullie. Ja, ja, vooral in de omschakeling natuurlijk, maar ja, nou ja, prima. Daar moet je dan op gokken, balverovering en met diepgang. Nou zag ik een paar spelers amper nog kunnen lopen. Leroy Labiel had het heel zwaar in de absolute slotfase. Je hebt weinig tijd tot aanstaande maandag. Ja, dat is tegen alle spelers gezegd dat ze allemaal vanavond 11 uur op het laatste stadion uit moeten zijn. We hebben 2 dagen om te herstellen en voor te bereiden op AZ. En nou ja, goed, dat wordt ook weer een zware pot. Het goede gevoel van de afgelopen weken tot de afgelopen zondag, hoe krijgen we die weer terug? Nou ja, door maandag bij AZ te winnen. Simpel dat? Ja, heel simpel. Succes. Oké. Okay.